0. Yes, jongens, goedemiddag. Leuk dat jullie allemaal kijken naar het live evenement van Koopmans. Ontzettend spannend natuurlijk, want het is de eerste keer dat we zoiets gaan doen. We zijn hier in Leeuwarden, hier is de fabriek waar alles wordt geproduceerd. Ik ben Tienke, ik ben verantwoordelijk voor de marketing. En ik wil even voorstellen aan mijn collega Rindert. Ja, goedemiddag, ik ben Rindert de Vries. Ik ben productontwikkelaar van de Koopmans bakmixen. En wij gaan vandaag lekker oliebollen bakken. Ik hoop dat jullie leuke kerstdagen hebben gehad, dat het eten al een beetje weer gezakt is, zodat we bij het volgende evenement kunnen beginnen oliebollen bakken. Als jullie vandaag vragen hebben, we hebben een heel team klaarstaan voor ons die alle vragen voor jullie gaan beantwoorden. En dat kan je achterlaten in de comments en wij gaan zoveel mogelijk tijdens deze live evenement vragen beantwoorden. En nu wil ik graag het woord overgeven aan mijn collega. Ja, superleuk dat jullie vanmiddag komen kijken hoe je de allerlekkerste oliebollen kunt maken. Want daar willen jullie vanmiddag wat tips en trucs voor meegeven. Nou, allereerst beginnen we met de voorbereidingen, de materialen die je even moet klaarzetten voordat je oliebollen gaat bakken. Want dat maakt het een stuk makkelijker als je alles goed hebt voorbereid. Een komkommetje waar je je krent en rozijnen in doet. 250 gram per pak oliebollenmix wat je gebruikt. Een litermaak gebruik je voor de krenten en rozijnen zeg maar in te wellen. Dat kunnen we alvast wel doen. En zorg dat je hiervoor handwarm, douchewarm water gebruikt, zodat de krenten en rozijnen goed hun vocht kunnen opnemen. En als je een grote hoeveelheid krenten en rozijnen moet klaarmaken, dan kun je dat ook gerust eerder doen. Een dag van tevoren doe ik het zelf, omdat ik heel veel oliebollen maak. En dan laat je ze eerst een half uur wellen, dan doe je ze in het vergiet. En daarna kun je ze droog deppen met een theedoek. Nou, verder gebruiken we zonnebloemolie om in te bakken. En je hebt ongeveer 2,5 liter nodig voor een normale friteuze om de oliebollen in te bakken. En we gebruiken zonnebloemolie omdat dat het meest neutrale olie is. En die zorgt ook voor een lekkere oliebol met een krokante korst. Een beetje afhankelijk hoeveel oliebollen je gaat bakken, gebruik je 1 of 2 beslagkommen. Je kan in een normale beslagkom 2 pakken oliebolmix klaarmaken. Wil je dus meer pakken klaarmaken, dan kun je best gebruik maken van 2 beslagkommen. En ik doe het dan zelf zo. Ik maak dan 2 pakken mix klaar met daar maak ik beslag van. Dat laat ik eerst een half uur rijzen. Dan doe ik de volgende 2 pakken in de beslagkom. En die laat ik dan rijzen. En ondertussen is dan het eerste zo'n beetje weer klaar. En dan kan je daarmee beginnen te bakken. Verder heb je folie nodig om het beslag mee af te dekken. Daar kom ik straks nog even op terug. Een oliebollentang of een ijsbolletjestang, hoe je het zelf maar wilt noemen. Of je kan ook 2 lepels gebruiken, maar voor de echte, ronde, mooie, volle oliebollen kun je het beste de ijsbolletjestang gebruiken. Nou, en zoals ik al zei, het vergiet heb je nodig. En natuurlijk de schuimspaan om de oliebollen uit de olie te halen. En Rindert, heb je nog andere variaties die we ook zouden kunnen doen met oliebollen? Ja, dat is een goede vraag. Het is leuk om met oliebollen te variëren. Een beetje te experimenteren. Ik heb hier eventjes een aantal ingrediënten neergezet die je daarvoor kan gebruiken. Wat ik zelf heel vaak doe is cranberries met noten combineren. Cranberries zijn wat zuurder als krenten en rozijnen. Okay. En die geven een lekkere frisse smaak aan de oliebol. En die noten zorgen ervoor dat je een lekkere bite hebt. Je kan ook de noten nog van tevoren eventjes roosteren in de koekenpan. Zodat ze nog meer smaak krijgen. Klinkt goed. Abrikozenstukjes. Moet je even in kleine stukjes hakken en die kun je dan door de krenten en rozijnen doen. Zorg er wel voor dat je maximaal 250 gram vulling gebruikt per pak oliebolmix. En niet veel meer, want dan willen de oliebollen niet meer rijzen. Nou, dat geldt ook voor appelstukjes. Het is nu natuurlijk heerlijk om verse appelstukjes. Je kan een Elstar of Goudrinet gebruiken door de oliebol heen te doen. Maar daar geldt ook voor maximaal 250 gram. Gember en sucade. Geeft toch een pittige smaak aan de oliebol. Net eventjes weer anders, dus ook het leuk om eens te proberen. En er zijn ook mensen die zijn niet van die zoete kauwers, die houden meer van hartige producten. Nou, daar hebben we ook een leuk idee voor. Je kan ook met ham en kaas.
Dat kan met geraspte kaas of met blokjes kaas. Die kan je ook door het oliebolbeslag heen doen en dan krijg je een heerlijke, hartige oliebol. Decoreer ze dan natuurlijk niet met poedersuiker. Ja? Herinner ik hoor dat bier ook heel erg lekker is in oliebollen, klopt dat? Ja, ik gebruik zelf ook vaak bier. Je kunt dan 150 milliliter minder water gebruiken en je voegt dan 150 milliliter bier toe. Okay. Maar zorg er wel voor dat het op kamertemperatuur is. Want als je het uit de koelkast haalt, dan wordt je beslag weer te koud en wil het niet rijzen. Ja. Klinkt goed. Dan gaan we nu over op beslag maken. Ja. We maken dit keer even één pak oliebollenmix aan. We doen het pak mix in de beslagkom. En zorg dat je lekker handwarm, douchewarm water hebt. Dat is echt heel erg belangrijk. Als dat te koud is, dan zal je beslag niet gaan rijzen. Gist die heeft warmte nodig en die heeft voedsel nodig om te kunnen rijzen. Er zit suiker in de mix. Dat is zijn voedsel. En hij krijgt het warme water, waardoor die koolzuurgas kan gaan produceren. Nou, en dan is het erg belangrijk om het glutennetwerk goed te ontwikkelen. Dus daarvoor moet je het beslag eventjes stevig aanroeren. Dus eerst los je het eventjes goed op. Het kan prima met een pollepel. Maar als je dat te zwaar vindt gaan, dan kan je het ook met een mixer, met deeg haken of zelfs met gadden gebruiken. Je moet het echt even stevig doorroeren. Dus dat scheelt je weer een middagje sporten. Nou, je ziet dat je nu een mooi glad beslag hebt. Als je dat gedaan hebt, dan kun je je krenten en rozijnen die je geweld hebt en droog gedept hebt, die kun je er dan doorheen roeren. Herinnerd, kan ik dit beslag nou ook van tevoren maken? Je kan het niet eerder van tevoren maken dan drie kwartier. Want het beslag dat gaat steeds doorreizen. Ja. Dus er zijn wel eens mensen die willen het een dag van tevoren klaarmaken. Ja, precies. Maar dat gaat echt niet. Okay. Nee. Jammer. Nou, dit scheppen we er doorheen, zodat er krent en rozijnen mooi heel blijven en het beslag mooi wit blijft. Dat kan je dus ook beter niet doen met je mixer, want die draait toch een beetje de krenten en rozijnen kapot. Nou, dan gaan we het beslag afdekken en dat kan prima met een natte theedoek, maar ik gebruik zelf altijd plastic folie. Het voordeel van plastic folie is, je kan er doorheen kijken, dus je kan zien hoe ver het beslag gerezen is. En daarnaast, als het beslag toch wat te ver rijst en het gaat tegen het plastic folie aan, dan is dat niet zo erg, dat gooi je weg. Maar als het tegen je theedoek aankomt, dan wordt je theedoek erg smerig en dat wil je liever niet. En wat doe je als het niet rijst? Wat moet je dan doen? Ja, het is belangrijk, wat ik zo pas zei, dat je het lauwwarm water gebruikt, ja. Dus douchewarm water. Maar dat je het daarnaast ook op een warme plek wegzet. Dus zet het in de kamer bij de verwarming, ja. Vooral ook waar het niet tocht. En zet het niet bijvoorbeeld in de schuur waar je oliebollen wil gaan bakken. Want daar is het, zeker nu, behoorlijk koud. En lukt het dan nog niet, rijst het dan nog niet voldoende, dan kun je eventueel het eventjes in de oven zetten. Oké. Okay. Dan zet je je oven op 50 graden en als het lampje dan uitgaat, dan weet je van oké, de oven is op temperatuur. Dan zet je de oven uit, dan zet je je beslagkom erin en laat je het nog even een kwartiertje staan. Dan krijgt het even een extra boost en dan kun je beginnen te bakken. Ja, super. En hoe zie je nou dat hij genoeg gerezen is? Ja, het beslag moet ongeveer twee keer zo groot worden als dat je begint. Dus ik heb al een beslag even klaargemaakt. En dat is nu gerezen. Nou, oh ja. Als je het vergelijkt, dit verschil, kun je zien. Ja. Dit is mooi gerezen en is ongeveer twee keer zo hoog geworden. Nou, dat is wat je wil. Ja. Dan krijg je een lekkere, luchtige oliebol die niet te vet wordt. Ja, mooi. Zullen we naar het oliebollen bakken gaan? Ja, goed idee. Herinnert, als mensen nog een cadeaubon bijvoorbeeld van werk hebben, wat raad je dan aan voor frituurpannen te gaan kopen? Ja, er zijn verschillende frituurpannen op de markt. Het grote verschil is met name het verwarmingselement. Zoals bij deze frituurpan is het verwarmingselement in de pan verwerkt.
Dus die zie je niet. Er zijn ook frituurpannen waar je de verwarmingselement wel ziet. Ja. En als je daar oliebollen in doet of je appelbillets, die gaan dan vastzitten in het verwarmingselement. Of in ieder geval dat is mogelijk, met name die appelbillets. Dat zijn van die smalle dingen die gaan dan tussen die verwarmingselementen inzitten. Die gaan dan vastbakken. Ja, dan gaat het verbranden. Dat is wel zonde, en dat wil je niet. Nee. Het is niet dat het niet kan, maar dit heeft wel duidelijk de voorkeur. Dus als je wat nieuws moet aanschaffen, ga voor deze. In de comments zijn nu ook wat voorbeelden te zien van frituurpannen om nog net iets wat extra duidelijkheid te geven. En aanvullende vraag daarop, is het belangrijk dat je eerst appelbillets maakt of juist eerst de oliebollen? Of maakt dat niet zoveel uit? Ja, als je appelbillets bakt, er zit in appelbillets veel suiker en veel kaneel. Die zorgen er toch voor dat de olie een beetje bruin gaat worden. De suiker gaat karamelliseren en de kaneel geeft natuurlijk ook wat kleur af. Waardoor de olie dan niet meer helemaal blank is. En daarom adviseer ik altijd, begin eerst met je oliebollen. En als je die helemaal klaar hebt, doe op het allerlaatst je appelbillets. En de olie die je dan over hebt, die kan dan weg. Ja, precies. Duidelijk. Nou, dan stel ik voor dat we beginnen met het scheppen van de oliebollenmix. Ja, en we hebben ook een aparte appelbillets mix, toch? Ja, zeker. Ja, je kan dus, er staat een recept op de oliebollenmix van appelbillets. Dus daar kun je het prima mee maken. Ja. Maar we hebben ook een speciaal product ontwikkeld voor appelbillets. Daar zit de kaneelsuiker al in precies de goede verhouding. Daar zit poedersuiker bij. Maar het is met name ook, het eindproduct zeg maar, is wat volumieuzer. Ziet er net even wat royaler uit. Dat bakt is speciaal hiervoor ontwikkeld. Oké. Het is echt een leuke, goede mix. Mooi. Is aan te bevelen. Nou, en dat is, geldt voor de oliebollen ook. Ook daar hebben we een nieuwe mix voor ontwikkeld. Dat is ook wel een beetje gekomen naar aanleiding van vragen van mensen die zeggen van ja, dat rijzen, dat is toch wel wat lastig in de schuur. Heb je ook een product, of kun je ook een product maken wat niet hoeft te rijzen? Nou, dat is uiteindelijk dit product geworden. Oliebollenmix compleet. Daar zitten al krenten en rozijnen bij in. Daar zit poedersuiker bij in. Maar het allerleukste aan deze mix is, die hoef je dus niet te laten rijzen. Je maakt je beslag aan. Je kan direct beginnen met bakken. En tijdens het bakken gaan de oliebollen rijzen. Dus wel aan te bevelen om eens een keer te proberen. Dit is uiteindelijk wel een iets andere oliebol als een traditionele oliebol. Omdat hier geen gist in zit, maar bakpoeders. Ja. Maar het komt heel dicht in de buurt. Oké, ja. Net zo lekker. Goed, dan gaan we naar het oliebol scheppen. Zoals ik zo pas al zei, je kan het dus doen met een oliebollentang, met een ijsschep of met twee lepels. En onze voorkeur heeft heel duidelijk de oliebollentang, de ijsschep, omdat die daar veel ronder mee wordt. Het is belangrijk dat je eerst eventjes de oliebollentang in de olie doet, zodat het beslag er makkelijk af kan glijden. En dan ga je vanuit het midden van het beslag naar de buitenkant toe en schep je de oliebol eruit, of het beslag eruit. En dan ga je hem vlak boven de olie, knijp je hem erin. Nou, en zo probeer je een beetje vlot achter elkaar de oliebollen erin te scheppen. Ik zal het zo meteen ook even voordoen hoe je het doet met twee lepels. Dat is toch wel even wat lastiger. Dit gaat echt een stuk makkelijker, zie je wel. Elke keer eventjes weer in die olie dopen om te voorkomen dat het beslag aan je oliebol blijft vastplakken. Dan ga ik nu even over op de twee lepels. Ook die eventjes in de olie doen. En de grote diepe lepel die je gebruikt, daar schep je eerst de oliebol mee uit het beslag kom. En met de andere lepel schep je hem in de olie. Lijkt heel makkelijk, maar dat is toch wel eventjes oefenen als je dit voor de eerste keer doet. Rindert, bij welke temperatuur moet je eigenlijk oliebollen bakken? Ja, je moet uiteindelijk de oliebollen bakken bij ongeveer 175-180 graden. Maar wij zetten daarvoor de temperatuur van de olie op 190 graden. En dat doen we omdat je veel oliebollen tegelijk bakt. Ja, zoals hier heb ik ook 10 oliebollen zo'n beetje. 9 oliebollen in zitten.
En tijdens dat je die oliebollenbeslag erin doet, gaat de temperatuur naar beneden. Nou, als je ze eruit hebt gehaald, doe je direct weer nieuw beslag erin. Ja. En zal die ook weer een beetje gaan zakken. En met name ook als je ze in de schuur gaat bakken, waar het toch een stuk kouder is, dan gaat ook de olie toch weer een stuk sneller in temperatuur naar beneden. Je moet ze soms eventjes een beetje helpen om te keren. Ze moeten ongeveer 3-4 minuten bakken. Dan zijn de oliebollen gaar. En dat is wel belangrijk om in de gaten te houden, met name als je dus niet in een frituur bakt. Er zijn ook mensen die bakken in een pan met olie op het vuur, op een gasfornuis. Ja. En op zich kan het wel prima, maar het is best wel lastig om die temperatuur van die olie goed te krijgen. Als je ziet dat die olie gaat walmen, dan weet je van, het is te heet. Dus dan moet je in temperatuur weer wat terug. En je kan controleren of die olie op juiste temperatuur is, door een broodkorstje eventjes in de olie te doen. En als die direct goed dichtschroeit, dan weet je, hij is goed op temperatuur. Is de olietemperatuur te laag, dan zal de oliebol zich vol gaan zuigen met olie en krijg je een vrij vette oliebol. Nou, je ziet wel, ze zijn niet allemaal tegelijk precies op kleur. Ja. En dat komt ook natuurlijk omdat je ze er niet allemaal precies tegelijk op hetzelfde moment erin stopt. En welke kleur moet het hebben als het ongeveer een beetje dat lichte bruine? Is dat dan? Ja, ze moeten een mooie goudbruine kleur hebben. En dan weet je dat ze goed zijn. Maar goed, je kan het ook prima bijhouden. Ik heb het nu vergeten in te drukken, maar je kan het ook met een timer even de tijd bijhouden. Zeker in het begin om even te kijken van, is het de juiste tijd geweest? En je bakt altijd in één keer superveel oliebollen. Dat ga je natuurlijk niet allemaal opkrijgen. Hoe kan je ze bewaren, de oliebollen? Ja, nou, het beste kun je oliebollen bewaren in een plastic zak of in een plastic trommel. Ja. En ik adviseer altijd, doe dat maximaal 2 dagen, dan zijn ze nog gewoon wel vers. Als je ze langer wil bewaren, doe ze dan in een plastic zak in de vriezer. En haal er gewoon uit wat je nodig hebt. Ja. En ik vind ze altijd het lekkerst als de oliebollen een lekker krokant korstje hebben en van binnen lekker zacht en mals zijn. En dat kun je het beste doen door ze eventjes op te piepen in de oven. Zet de oven op 200 graden en laat ze eventjes 10 tot 15 minuten eventjes oppiepen. En heb je nog een lekkere variatietip? Dat je zegt, nou, de volgende dag wil ik ze weer eten, maar ik wil even iets anders. Wat zou je dan adviseren? Ja, nou, wat ik zelf nog wel eens doe, is een Berliner oliebol maken. Ik weet niet of dat je dat kent, maar dat zijn doorgesneden oliebollen. Ja. En daar doe je dan tussen de oliebol banketbakkersroom in. En dan decoreer je ze met poeiersuiker. Dat is ontzettend lekker. En leuk. Ja, daar worden ze nog weer wat malser van. Ik ken dat wel, van de oliebollenkraam. Oké. Nou, dat kan uitstekend. En zeker ook na een dag. Ja. Je kunt ze dan niet warm eten, dan moet je ze koud eten. Ja, precies. Ja. En als ik straks alle oliebollen zijn opgebakken, hoe maak je een beslagkom? Hoe maak je dat schoon? Ja, dat is altijd wel een beetje een dingetje. Als je het beslag helemaal op hebt gemaakt, dan kun je in principe direct nieuw beslag weer in diezelfde kom klaarmaken. Okay. Dat is geen probleem, hoef je niet eerst schoon te maken. Ben je helemaal klaar met het oliebol bakken, dan adviseer ik altijd, maak het met koud water eerst goed schoon. Ja. Dat gaat veel makkelijker, en anders blijft dat beslag helemaal aan je afwasborstel vastplakken als je het met warm water doet. Ja, dat zal zonde zijn. Ja. Nou, wij kunnen de eerste oliebollen kunnen eruit. Leuk. Nou, zijn mooi goudkleurig. En de meeste zijn ook behoorlijk rond. En die wat minder rond zijn, dat kun je wel zien, die zijn gemaakt met de 2 lepels, zeg maar. Nou, ik wil mijn vrienden ook even heel veel succes wensen. Die zijn al begonnen met oliebol bakken voor een goed doel. En we maken altijd zo'n 1000 oliebollen, dus daar zijn we de hele dag mee zoet. Dus jongens, zet hem op, hè.
Ja, nu zijn we alweer aan het einde gekomen van deze livestream. Ontzettend bedankt voor het kijken. Als jullie nog vragen hebben, zijn er nog de hele dag om met mijn team om daar antwoord op te geven. Ook morgen staat er een topteam voor jullie klaar om tussen 14:30 en 14:30 naar vragen van jullie te beantwoorden. En wij gaan nu ook zelf lekker aan de slag met deze heerlijke oliebollen. En vergeet vooral natuurlijk niet de poedersuiker erop te doen. En mijn collega's zijn ook aangesloten. En dan wil ik namens eigenlijk het hele Koopmansteam jullie alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar wensen. En zet hem op, hè, met oliebollen bakken. Dankjewel. En proost, jongens. Ja, proost. Op een nieuwe hele jaar. Hele goede jaarwisseling. Hoi, hoi.